keer. Tot in Hongkong! Dat geloof ik niet. Alleen maar sneakerwinkels. Een kostbare tijd. Zo vet hier. Wel leuk, ja. Ik ben ook benieuwd. Oké, let's go. Het is maandag. Het is tijd voor een nieuwe week vlog. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Laat nog een keer, tweeten, zwaaien in de octopus. Ga zo meteen vliegen samen met Sil. Sil is al heel lang een verliefd vriendinnetje van mij. Al vanaf het eerste jaar dat ik vloog, zijn we elkaar een keer tegengekomen in Saai Paltje. Ja, Bono. Dik bevriend geraakt. Spreken we elkaar nog steeds superveel en proberen we dus zo nu en dan samen te vliegen. Want dat is gewoon zo leuk. Ik kan het niet uitleggen. Zo'n vette bestemming. Oh mijn god. Oh. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb me nog niet opgemaakt. Dat komt omdat ik zo meteen opgewarkt ga worden. Door Jessie Maya. Misschien ken je haar van haar eigen kanaal. Een fanatieke YouTuber. Nee, ze maakt hele leuke video's over make-up. En ze kan echt super goed make-uppen. Make-uppen. Visagisten. Hoe zeg je dit nou? Super goed make-up doen en zo. Dus al een tijdje geleden hadden we al samen het idee bedacht van oh, moet ik een keer een video maken dat zij mijn testen make-up doet. We gaan het zien. Hallo! Gaat gebeuren, je gaat weer een circus opbouwen. Ja, we gaan de lampen, de camera, alle make-up. En dan gaan we jouw glamorous stewardess maken. Oh my god, ik ben zo benieuwd. Wat je denkt over de make-up van een stewardess. Ja, want dat mag natuurlijk niet zo. Nee, mag zo niet alles. Heftig. Kijk, ik heb natuurlijk gewoon dit. Ja. Best wel veel. Ja, ik ben ook heel benieuwd wat wel en wat niet mag, zeg maar. Ja. We gaan het. Dus moeten we ook oppassen dat ik straks niet dichtgekitte kitty ben? Nee, dat mag niet, hè. Maar je moet ook echt pas vannacht vliegen. Ja, ik denk dat we om 6 uur weggaan. 6 uur 's avonds. Zoiets. Denk dat ik in de lucht al zit. Een vlucht van 12 uur, 11 uur. 12 uur vlieg je dan? Ja. Slaap je dan ook tussendoor of ga je gewoon 12 uur door? Nee, we gaan ook af. Af. Ik ga van naar af. Bed, zeg maar, naar dat precies. Ding. Ja, ja, ja. Ja. Oh, ja. Wel leuk. Wel leuk, ja. Ik ben ook benieuwd. Oké, let's go. Topper, helemaal leuk. Tada! Wil dit iedere dag? Ja, gewoon en dan ook gewoon op reis mee. Ja, mag dan ook mee even een tripje? Ja, superleuk. Dan vind ik het goed. We hebben echt een hele leuke video opgenomen, jongens. Eigenlijk was het een soort ook Q&A. Je hebt heel veel dingen gevraagd. Ja, ik vond het heel interessant allemaal. Het is een soort verkapte Q&A. En dan deze hele mooie make-up. Ik ga met gierende banden naar Schiphol, want ik moet heel snel melden. Dit is zo vet dat we nu al hebben gezien. Het lijkt gewoon echt New York als je er zo op af kon rijden. Niet normaal. Ik ben nu al helemaal amazed. Het is nu 2 uur 's middags. Even slapen. En dan gaan we daarna boven op het dak van het hotel de zonsondergang zien. Zie ik jullie zo. Oh jongens. Het is... Hoe laat is het veel? 6:30. Ja, het is heel zwaar opstaan in Azië. We zijn dus helemaal niet klaar. Maar de zon die gaat onder, dus we moeten nu naar boven. Started. I got the music playing loud. How you like my outfit? I have to say I'm kinda proud.
I got my dancing shoes on. We are Roselings. We gaan nu naar de IKEA. We gaan nu iets heel loms doen. Omdat we niet kunnen kiezen uit twee restaurants, gaan we bij eentje voorgerecht eten. En bij de tweede gaan we gewoon normaal eten. Ik kijk mijn ogen uit, jongens. Het is zo vet hier. Oh, die torens. Oh jongens, dit was een top voorgerecht. Kan niet kiezen. We zijn nu bij een tent, maar je denkt, wat is dit? Er is hier geen ingang. Jongens, ik ben wel vaker in Aziatische steden geweest, maar deze stad, nou tent na tent, doet gewoon zijn best om de super vetste te zijn. Qua interieur, qua kaart, alleen maar mooie tenten. Hip, van nu, van deze tijd, gewoon helemaal top. Vijf uur. Bij jullie pas 10 uur samen. Ik vond het echt heel leuk en morgen echt een hele leuke dag ook voor de boeg. Dag. Jongens en meisjes. Oh, het is, hoe laat is het? 1 uur. Oftewel, veel te vroeg in Nederland. Oké. Zeg eens, hoeveel zin je erin hebt? Ik kom zo meteen pas die zin. Ja, we gaan nu douchen en ons klaarmaken en dan gaan we heel lekker ontbijten. Ik was een beetje aan het slomen. Ze zegt heel tegen mij: kom op, witboot. Doorloop maar. Ik heb geen in koffie. We lopen nu in Sasa. Een soort Douglas of zo. Nou, eigenlijk is Douglas wel een goede omschrijving, denk ik. Het is zo'n candy shop. Het is echt niet normaal. Alles is roze. Heel veel make-up, spulletjes, van alles. Maar ook heel veel maskertjes. Sil. Waarom kopen collega's maskers hier? Ik denk omdat ze zo'n soort van kant en klaar zijn. Weet je wel dat je dat zo lekker op je gezicht gelijk kan. Deze. Dit allemaal, ja. Ziet er wel lekker uit. We zijn weer lekker gevallen voor het standaard patroontje. Dat is acai eten, dat doen we altijd. En nu hebben we echt een coole tent gevonden. Het heet Super Bowl. En daar kreeg je de acai bowl in een kokosnot. Kokosnot. Ik begin ook Engels te praten. Ik ken niet meer. We gaan het zien zo meteen. Volgens mij is dit echt overal, gewoon in heel Hongkong. We zien weer zoveel leuke tentjes. Eigenlijk hoef je hier gewoon niet eens uit te zoeken waar je naartoe gaat. Je loopt gewoon ergens de straat in. Dan kan je gewoon al niet meer kiezen eigenlijk. Ja, waar naartoe? Naar Bangkok. Hele grote markt. Met heel veel snoepen. Oké, jongens. We zijn nu in Sneaker Street. Alleen maar sneakerwinkels. Dus we gaan even kijken of we misschien een paar potjes kunnen scoren.
is niet echt te vergelijken met New York. Er zijn beduidend minder billboardjes. Snel omgekleed. Ja, ja. En we zijn nu onderweg naar de paardenrace. Iedere woensdagavond hier. En je kan dus ook gokken dan op een paard bedden. Wat is jouw geluksgetal? 22. En de jouwe? 4. Onze heeft gewoon gewonnen. Maar we hebben gezegd dat hij op 1, 2 of 3 staat, dus we hebben niet veel geld. Is het 2? Je hebt 29 Hongkong gewonnen. Ah, 29 dus dollar. Dus met 9 dollar winst. Ja. Olé, jongens. Donderdag! En we gaan vandaag naar huis en we komen ook vandaag aan. Zo raar, Sil. Wel chill. Chill. We hebben dus een soort van de echt alle dagen dan gehad met het tijdverschil. Oh my god, jongens, ik ben er. Naar 11:40. Zijn we er. Het was echt bizar als je gekeken hebt naar het wolkje van de eerste vlucht en nu. Beduidend groot verschil. Dat is altijd richting Azië. De terugweg is altijd langer dan de heenweg. Bij de andere kant op is het juist precies andersom. Dan is de terugweg sneller. Dat is echt chill. Curaçao en zo. Hongkong wil daar echt zo snel weer naartoe, maar er is daar zoveel te doen. Dit is toch niet normaal. Ik kom hier thuis. Ik zei, Yvette daarnet zo, ja, weet ik, 2 pakketjes voor jou naar boven gebracht. Pakketjes? Zie ik gewoon. Gewoon een pakket van Herpes. Mijn favorite, ik heb er ook parfum van. Jammer, Herpes. Ik heb wel dit pakketje gekregen. Ik moet even een schaar pakken, daar heb ik geen zin in. Ken je dat? Dat is goed verpakken, jongen. Ik krijg die dozen al te open. Wow, wat hebben we hier? Lulu, kaartjes. Wow, wat leuk. Ik ben heel erg van de kaartjes versturen. Nog een kaart voor Ico hierbij. Lulu Fanny Pack. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Je kunt de band er ook uithalen en hem aan de zijkanten vastmaken. Dan heb je een crossbody. Veel plezier ermee. En ik kijk uit naar je volgende vlog. Groetjes, Vee. Sick. Vet leuk. Oh, ik ben zo gejetlagd. Oké, ik ga daarmee stoppen. Ik ga kappen hiermee. Stoppen. Goedemorgen, jongens. Het is vrijdag vandaag en het weekend staat voor de deur. En ook van mij dit keer. Dit is gewoon het tweede weekend achter elkaar. Weekend in het weekend. Zo chill. Oh my god. En er komt er volgende week nog één, kan ik je zeggen. Want dan is het carnaval. Mag ik even iets laten zien? Dit is zo grappig. Ik ben dus een Brabander, zoals velen van jullie misschien wel wisten. Ik krijg dus nu af en toe krijg ik wel eens iets opgestuurd. Dit vind ik zo vet. Ik heb dus nu de perschef gekregen. Weet je wel? Dit is dus van Bavaria. Ik drink helemaal geen bier, jongens. Dat lust ik niet. Sorry Bavaria, maar dit is toch geweldig. De perschef, jongen. Spel ik mooi op.
Ik heb in flaten geslagen hiermee, jongens. Dat is mooi, man. Zag ik zo'n vrouwtje bij de gemeente zitten. Zo tikken achter de computertje. Ik dacht, wauw, die heeft mooie nagels. Is dat shellac of is dat... Nee, dat is acryl. Wauw, dat is mooi. Ziet echt vet natural uit. Eén grote aanfluiting. Hij is helemaal losgelaten al. Zie je niet. Helemaal lucht zit erin. Ik ben helemaal klaar mee. Ik ben helemaal geen zin in. Ik heb geen zin om daar een uur weer te zitten. Een kostbare tijd. Die ik moet besteden aan flight safety leren. En ik ga even bloemen halen bij de markt, want geen urban jungle meer. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar deze dag was echt één blamage. Op de bank gelegen. Ik dacht, ik ga gewoon even wat kijken. En toen ben ik in slaap gevallen, echt voor een paar uur. Jetlag is echt ticking in. Maar goed, maakt niet uit. Vanavond staat er iets leuks op het programma. Dit hebben we echt al weken geleden afgesproken. Met Laurens en met Yvette. We gaan lekker gaan eten bij Pesca. En daarna gaan bouncen in de Chin Chin. Echt, Pesca is mooi. Pesca is echt mijn favo. Als je daar nog nooit bent geweest, jongens, moet je echt een keer gaan proberen. Je moet wel van vis houden. Want het is een visrestaurant. Het is zo'n grappig concept. Je gaat zo eerst naar het vistheater. Dan mag je wat visjes uitkiezen, wat je wilt. Dan ga je naar de wijnafdeling. Zoek je een lekker wijntje erbij. Met je bucket zo naar de tafel. Dan ga je lekker zitten. En dan heb je wel echt zo'n oldschool buzzer. Echt zo'n brrr. En dan krijg je dus alles vers uit de keuken. Dus niet alles komt tegelijk. En het is ook shared dining, maar het is zo lekker. Oh mijn god, ik kan niet wachten. Let op, dit is 6 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wauw. Expert. Sushi, ik kan echt zo goed ontbijten maken. Ontbijten. Ontbijten. Kijk nou wat een topper. Makkelijk eten. Het is 9:15 en ik zit er gewoon nog steeds. Jongens. Skibbidi wam. Yeah. Thanks Sushi voor dit intro. Jordi heeft de hele dag geklust en ik heb de hele dag gefluit. 17, 9:15 en ik ben bij het laatste hoofdstuk. Ik ben bijna klaar. Oké, ik wil eigenlijk dan ook maar meteen de vlog afsluiten. Want ja, het is zondagavond, dus het loopt allemaal lekker. Van maandag tot zondag. Ik hoop dat hij leuk wordt. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Mocht je nou willen weten wanneer de volgende video online komt, dan weet eigenlijk geen mens. Dus ik zou zeggen, abonneer maar. En dan komt er waarschijnlijk een pop-up als je het belletje hebt aangezet. Ciao voor nu. Doei kijkers.